Beste studenten, welkom terug bij DEF 2. Even een video als introductie voor wat we vandaag allemaal gaan doen. Ik sta weer buiten, het is alleen wat winderiger dan ik gewend ben van DEF 1. Daar was het natuurlijk, werd het elke keer dat ik een video maakte, was het iets mooier weer dan de keer ervoor. Dat zal bij DEF 2 wel anders uitpakken. En ik sta nu buiten in plaats van dat ik binnen de video opneem. Omdat er binnen namens de Nederlandse Rijksoverheid vergaderd wordt. Er is hier nog iemand die thuis werkt. In deze video ga ik het even hebben over het mentorengesprek wat we vandaag gaan hebben. Ik ga het even hebben over de planning en acties die we van jullie verwachten vandaag en de komende tijd. En even hebben over de communicatie tussen studentassistenten en studenten, tussen docenten en studenten. Maar voordat ik daarover begin, even terugkijken naar afgelopen maandag. Het college over patenten en intellectueel eigendom. Ik kreeg van Wim Bouwman door dat het heel erg goed ging. Eerlijk gezegd, werken met Feedback Fruits ging zelfs beter dan hoe we deze colleges tot nu toe in Delft gedaan hebben. Het gebeurt niet vaak. Werken op online is gewoon lastiger. Helemaal voor een hands-on vak als DEF 1 en DEF 2. Maar toch zijn er soms van die momenten bij online werken dat je denkt, hey, dit is iets wat we mee gaan nemen richting de toekomst wanneer we wel weer in Delft mogen werken. En de manier waarop dat ging met het patentencollege is daar een voorbeeld van. En dat ligt natuurlijk deels aan jullie inzet en harde werk. Dus dank daarvoor, ook namens ons. We maken hier samen een succes van. Dat doen wij niet alleen. Daar zijn we ons terdege van bewust. Ik moet mijn papiertje af en toe even vasthouden, want die wil wegwaaien. Ik hoop echt dat het geluid goed is. Dan even de mentorengesprekken. Jullie hebben zojuist jullie ideeën ingeleverd op Brightspace. Sommige groepjes al ruim voor de deadline, maar de deadline was echt net voor de lunchpauze. Dus de mentoren hebben die ideeën nog niet gezien. Wat jullie straks gaan doen is, je vertelt in 2 of 3 minuten even aan de mentor wat het idee is, wat je wil meten en hoe je dat wil meten. Je hoeft niet al je ideeën te vertellen die je afgekeurd hebt. Je vertelt alleen het idee wat je gaat maken. De mentor geeft dan tips en ideeën op basis van jullie ideeën. Dan komen er ideeën bij zo'n mentor boven. Oh, als je dat wil meten, hou hier rekening mee. Of als je daarmee aan de gang gaat, dan is dit ook leuk. Noteer die. Noteer die en schrijf die op in de notulen. Want dat is het volgende punt. Jullie moeten weer notulen gaan maken van de bijeenkomsten op de woensdagen. Die notulen gaan precies hetzelfde zoals ze bij DEF 1 gingen. Behalve deze allereerste keer, want je moet natuurlijk een startpunt hebben. Wat ik deze keer voor jullie vraag, en ik heb daar een template van online staan bij de assignment, is dat je als team uitzoekt wat er als acties allemaal nodig is om het vak te halen. Alle acties. Wat je in moet leveren, wat je moet doen om daar te komen, etc. Die acties schrijf je in 1 grote lijst op. En dan bespreek je met je groepje wie welke actie gaat doen en wanneer die actie klaar moet zijn. En het kan natuurlijk best zijn dat voor een aantal van de dingen die je in moet leveren, er meerdere acties nodig zijn om daar te komen. Dus identificeer dat dan ook. Die actielijst vormt de kern van de notulen die je vandaag in moet leveren aan het einde van de dag. Deadline daarvoor is weer 6:30. Maak het dus ook niet te moeilijk zoals altijd, maar zorg ervoor dat er een goede lijst ligt, dat iedereen binnen de groep weet wat er de komende week van ze verwacht wordt. En volgende week is dat weer het uitgangspunt waarmee je de notulen gaat maken voor die week. Ten slotte even over de communicatie. We gebruiken Discord voor de communicatie binnen de groepjes en voor de communicatie tussen studentassistenten en studenten. Bij DEF 1 hadden we het voordeel dat de workshops en de eindopdracht heel erg van elkaar gescheiden waren. Dat is nu niet meer zo. En het begint een beetje door elkaar te lopen met verzoeken rond de werkcolleges in de chats van de groepen. Om dat in goede banen te leiden, het volgende. De groepchats zijn echt bedoeld voor vragen rond de eindopdracht. Als je een vraag hebt rond je eindopdracht, kan je die in je groepchat stellen aan je eigen TA. Gebruik dus in je groepchat ook de tag van je eigen TA. Als je er met je eigen TA niet uitkomt samen, dan vraagt je eigen TA vraagt aan mij of aan een van de hoofd-TA's om erbij te komen om het dan met z'n allen op te lossen. Tijdens de werkcolleges liever niet die groepchats gebruiken om TA's erbij te roepen. We hebben een apart kanaal ingericht, werkcollegevragen. Gebruik dan dat kanaal. Het voordeel daarvan is ook dat iedereen elkaars vragen ziet. Dus dan kan je kijken of de vraag die je gesteld hebt al beantwoord is. En wat we afgelopen maandag zagen gebeuren, waren we heel blij mee, een soort van trots op, is dat studenten ook elkaar gaan helpen op het moment dat er vragen zijn. Dus voor de werkcolleges gebruik het werkcollegekanaal. Voor de eindopdracht en alles wat daarmee samenhangt, gebruik je groepskanalen.
Ten slotte, het Discord Help kanaal is echt bedoeld voor als je problemen hebt met Discord en niet met andere onderdelen van het vak. Dus als je problemen hebt met je geluid of je hebt rechtenproblemen, er is ergens iets misgegaan, dan tag je een TA in het Discord Help kanaal. Qua begeleiding beloven we dat we aanwezig zijn tijdens de woensdagen, sowieso voor de eindopdracht. En als we dat aangeven, ook tijdens de werkcolleges. En dan in het werkcollegekanaal, zoals ik net zei. Maar buiten die uren beloven we niet dat we er zijn. Ik heb bijvoorbeeld nog een ander vak, meten aan water, in de minor van civiele techniek. Wat ik nu aan het rennen ben, dat is de hele maandag en de hele vrijdag online zijn. Dus ja, op die momenten ben ik niet met meten aan water bezig. Daartussendoor hebben alle docenten een onderzoeksgroep die ze moeten aansturen en zelf onderzoek in moeten doen. Hebben alle studentassistenten hun eigen onderwijs. Dus je kan er niet op rekenen dat op elk moment van de dag we klaar zitten om jullie op Discord te beantwoorden. Als je buiten de uren dat we beloven er zijn een vraag hebt, zet die dan op de mail. Ik kijk één keer per werkdag door mijn mail heen. De dames van de practicumadministratie zitten achter de dev-mail. Die geven alles door naar de juiste docent of studentassistent. Dus gebruik dat buiten die uren. Op die manier stroomlijnen we de communicatie en kunnen we jullie zo goed mogelijk helpen om van deze eindopdracht en van het vak Dev 2 als geheel een succes te maken. Ik heb heel veel zin om te gaan kijken wat jullie ingediend hebben als ideeën om te gaan meten. Ik heb heel veel zin in de mentorgesprekjes met de paar groepen die ik straks heb. Heel veel plezier straks met het projectwerk voor Dev 2. En ik zie jullie zo online.